3 tegen 3. Kom op. Ja. 2 tegen 2. En we hebben deze man nog. Het is 3 tegen... Ja! 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 Holy shit! Yes! Hallo dames en heren en tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op Legends of Gaming. Mijn naam is Knol en deze gekke man is... Is Enzo. Ik bedoel Link. Zeker. En wij gaan vandaag Totally Accurate Battle Simulator spelen. Dat bedoel ik. Nog nooit van gehoord, maar... Enzo, dit telt niet voor de klassement natuurlijk. Dit is gewoon voor de fun. Het is gewoon een let's play die we gaan doen. Oh, dus dat wordt gewoon kloten tot max. Zeker weten. Let's go. Let's go. We zijn in de gameland, Enzo. We zijn er. We zijn in een rare wereld. Ik zie een kerk. Ik zie een boom. Ik zie een berg in de achtergrond. Dat is het. Dat is het. Ik ben benieuwd. Ik ga kijken. Klik op fucking new game. Let's go. Een boxer. Wat moet je doen? Een katapult. We gaan katapult zetten. Kan ik een katapult neerzetten? Hoe werkt dit? Wat is dit? Misschien moet je eerst op play klikken. Oh nee, kijk hier. Geld. Ik heb zoveel geld, heb ik. Denk ik. Boxers. Een boxer. Box kunnen we neerzetten. Kijk. Huh? Denk ik. Maak een piemel. Dat kan het niet. Oké, wacht. Kan ik ze weghalen? Echt? Ja! We kunnen een piemel maken. Oké, hier komt die. Oké. Ik ga wel mooi proberen te maken. Ja, doe heel mooi. Ik heb niet zoveel haar daar, dus hoef niet zoveel haar. Dit is piemel. Ik dacht dat dit de balzak was. Dit is het enige geld dat ik heb. Oh, je hebt niks meer? Nee, kijk, het geld is op. Oh, nou, play. Oké, play. Gaan we kijken of... Wat moeten we doen? Oh, vallen we nu aan in de piemelvorm? Ja, wacht. Ik kan me wel iets van herinneren van dit. Dit zijn dus mensen die tegen elkaar gaan vechten. En wij zijn rood. Zijn wij rood? Wij zijn rood. Dit zijn wij. Wij winnen. Deze is gewoon hartstikke neergegaan hoor. Oh, shit. Oh nee, we worden ingemaakt en zo. Enzo, we zijn verslagen! We zijn verslagen! De piemelvorm heeft niet gewerkt! Die formatie moeten we niet nog een keer doen. Ik ga... Ja, jij gaat. Niet kijken. Oké. Slim, ja, nee. Ga door. Good job. Jij kan niet meer, je hebt niet meer geld. Ik heb... Oké, wacht wel. Oké. Wat wil jij hebben? Wil je deze hebben? Ik vind het leuk hoe je mijn hand vasthoudt. Weet ik. Wil je deze hebben? Ja. Ja? Klik maar. Oké. Plaats maar ergens iets. Oké. Je hebt nog één peasant kan je neerzetten. Klik. Oké, ja. Oké, en klik maar ergens. Oké. Dit is je setup. Ja? Ja, kijk maar. Oké. Wow! Oh my god, hiermee gaan we de game winnen. Oh, ik moet het zelf besturen. Ja. Kijk, daar is de... check wat ik heb, jongen! What the fuck? Boer Harms in actie! Boer Harms, kom net. Kijk dan, takker! Oh my god! Hij laat is hem gewoon vallen! Hij is met elkaar gewoon... Oh, hij gaat ervoor! Oh, hij gaat ervoor! Hij pakt ze allemaal! Oh my god! Hij was zo goed! Hij hakt ze allemaal in met het zwaard! Ja, maar die ene met die speer, zeg maar... Die deed gewoon... Oh, ik laat hem vallen. Ja! Dat was super raar. Oh my god! Zie ik het nou goed? Hebben we 800 money? We hebben nu level 2. We hebben level 1 gehaald. 800 money. Neem een fucking katapult. Ja? Gaan we voor de katapult? Ja. Oké. Zet hem helemaal achteraan. Ja. Ik weet niet wat achteraan is, maar... Oh, ik denk dat dit aanval is, dat je deze kan op gaan. Ja? Ja, ik denk dat dit achter is. Oh, Oké. En wat schilder ervoor? Hier kunnen we een hele grote piemel mee maken als we bij level 10 zijn. Yeah. Oké, hier, kijk, dit is een schildformatie. Oh, wacht, dit wil ik iets meer zo. Kijk, en dan zetten we wat peasants. Ik moet zeggen, dit heb jij volgens mij vaker gedaan. Ja, ik kijk, het lijkt op een... wat zie jij hierin? Wat voor kunst? Dit is geen kunst. Dit is geen kunst, ouwe. Nou, weet je wat wel kunst is? Dat wij winnen. Let erop. Oké, let's gaan we. Go. Oh, die kat. Zie al die schilder ervoor. Dit ziet er zo vet uit. Wordt die kerel nou ook afgevuurd? Ik denk het. Wow, strike. Oh my god. Maar die schilder, jongen. Die houdt hem tegen, jongen. Oh nee, die bal moet meer naar beneden. Nee. Oh, kom op, jongen. Kom op. Waar is de mannetje? Waar is de mannetje? De mannetje is weg. No. De kattenveld is alleen. Waar schiet hij op? De kattenveld, ben je aan het doen? Let op, jongen. What the fuck? Naar beneden. Hij wordt echt in elkaar geslagen. Oké, die kattenveld werkt dan niet heel erg goed. Maar waar slaan ze op? Op de kattenveld zelf, dat die kapot is, denk ik. Ze moeten dat touw doorslaan. Ik weet niet wat ze moeten doorslaan. Oh, jammer. De kunst heeft niet gewerkt. Nee, kutkunst. Kunst is niet leuk. Oké. Let op. Wat is dan beter?
Geen katapult. Die was kut. Weet je, ik kom uit het noorden. Ja. En in het noorden heb je lekker veel boeren. Ja? Ja. Dus als de boeren er niet waren geweest... Wat dan? Hadden wij geen eten, jongen. Oh. Dus, wat gaan we doen? We pakken alleen maar farmers. Farmers? We pakken alleen maar farmers en dit doen we in een formatie van een hark. Geen harkje maken. Nee, we gaan een hark maken. Kijk. Kijk. Ik kijk. Oh. Oh, en zo. Dit. Fucking hark van de duivel. What? Oh my god, check dit. Ik ga twee daar doen. Dit moet werken. Als dit niet werkt, geef ik het op. Nee, dat geef ik hem nog, maar ga je gang. Dit moet hem zijn, Enzo. Kijk, er komt de hark. Laat dan de hark op, man. Wat doet ze? Hey, raap het op, man. Wat drie hebben een hark, man. Waarom hebben we het allemaal nog? Nee, joh. We worden echt, kijk dit, hoppakee. Oh my god, massa, ze worden geslacht. Waarom? Dit was het domste gevecht ooit. Ik weet niet wat jij in het noorden hebt geleerd, maar... Oh shit. Oké, weet je wat ik vroeger had geleerd? Nou. De beste offense is een defense. What does that even mean? Schilden. Schilden? Alleen maar schilden. Oké. Maar dan wel een goede formatie, weet je wel. En weet je wat een goede formatie is? Dat ga je nu laten zien. Ik wil een... Denk ik. Ik wil niet te veel spoilen van de video, maar ik denk dat hij het gaat laten zien. Oké. Dat is de L... Komt de I... We moeten bij level 8 zijn, wil je je naam kunnen schrijven. Nou ja, ik ben wel ver gekomen. Wacht. Wat ga jij zo doen? Hey, L-I. That's something. Oké, en nog één farmer erbij, voor mij. Doe het. Oké, maar zet hem niet bij de rechts. Doe die gewoon ergens helemaal rechtsboven in de hoek. Die gaat daar lopen. Die gaat het verschil maken, die boer. Ja? Oké, we gaan ervoor. Yes, baby. Kijk, let's wat een formatie. Dit is Enzo. Hey, Enzo. Hij heeft het ding nog wel vast. Dat vind ik wel knap. Daar gaan ze. Kom op. Best of fans. Oh, maar dit is zo... Kijk! Oh, charge! Charge! Oh. Schilders zijn goed tegen harken. Blijkbaar. Oh, nou. Kijk, en daar komt de farm. Oh, die was snel neer. Oké. Nee, dit was kak. Dit was echt kak. Daar komt er wat jij mee deed. Dit was echt kak. Weet je wat? Wat? Een stuk patat. Wow. Je kont gat. Over patat gesproken. Ik kan ook een deze. Chariot. Wat heeft dat met patat te maken? Geen idee. Maar ik heb nu wel trekken met patat. Iemand patat hier? Oké, we beginnen gewoon. Boom. Wow, dat is groot. Oké, hoe doe ik een piemok. Oké, go. Ik leg mijn piemok ook wel even op tafel. Oké, nee, dit gaat te ver. Even kijken. Je bent bijna door je geld heen, hè? Daar gaat al mijn munnies. Een voetman. Voetman? Oké, we gaan even een beetje verspreiden, man. Ja, dat mag. Oké, we hebben nog... Archers, pijl en boog. Oh, dat is slim. Dat is heel slim. Oké, go. En een peasant. Ja, die... jeetje. Die gaat dus eerst dood. Oké, Enzo, go. Oké, kom op. Wow! Dat paard! Dat is echt een knol! Oh, dit was zo'n goede tactiek! Die is zo sterk! Holy kijk dan! Wow. Dit is zoveel vermoord! Ze vallen er bijna allemaal doorheen! Overheen. Oh shit! Kijk die archers! Oh, die archers zijn zo goed! Dit was een goede tactiek! Dit ga jij winnen! Ja! Wat doen hun? Wat doen hun? Dit is helemaal raar! Oh yes! Oh mijn god, je hebt nog drie te doden! Pak ze! Archers! Ja, kom op! Dit heb je! Nog twee! Dit gaan we winnen! Kijk wat is hij aan het doen? Oh ja, met die twee harten. Je bent fucking goed aan. Boom! Lekker gedaan! Bam! Yes, baby! Level 3. Waarom krijgen we nu maar 300 monies? Wordt moeilijker. Dan kan je nog steeds je naam niet schrijven. Nee, later misschien wel. Dat is onze missie. Onze naam. Onze missie is gewoon. Gewoon Enzo hartje Link. Bam. Let's go. Gaan voor bromance. Oké, ik ga een beetje jouw tactiek een beetje stelen. Maar dan... Dat moet je nooit doen. Een beetje. Een beetje, deetje is okeetje. Kijk, en dan hebben we hier schilder, want schilder lopen wel veel sneller, weet je. Dit is geen eens synchroon. Hey, hou nou je mond. Wie is nou je beter? Jij of ik? En een pauzer. Weet je wat die doet? Nee. Ik ook niet. Ik dacht, misschien weet je het. Oké, en een peasant erachter. Dit win ik. Ik ben zo benieuwd. Kijk dat mannetje hier tussen. Wat heeft hij?
Oh, hij heeft een klein boogje, zie je dat? Huh? Maar hij wordt neer! Wat doe je? Hij kilt zijn eigen man! Nee, die peasant! Huh? Oh. Ze zijn boxers! Boxers! Wow! We kijken of ik hem dood heb. Oh! Wat? Kill hem! Oh! Oh, dan heb ik heel dat kampje nog, met twee archers. Ik heb zo'n idee. Ja, hij schiet er gewoon overheen, zie je dat? Oh en hij God. Is neer. Oh, God, ja. Zal ik het maar weer doen dan? Ja. Maar die boxers had ik wel goed neer, hè? Die boxers stel ik heel goed neer. Nou, ik zeg ja, omdat het dan fijner voelt, maar eigenlijk nee. Oh. Wat gaan wij doen? Wat ga jij doen? Als hun willen boksen, jongen. Gaan boksen. Gaan boksen. My name is Baxi. Oh, oh, ik dacht dat je echt spam ging doen. Maar. Boom, baby. Boom, baby. Wat een formatie. Een army full of boxers. Come on. Oh, let's kijk, die ene daar. Hij is echt een wagen. Oh. Maar dit, net de groep hier, dat is echt... Dit gaat lekker. Kijk army. Dan. Ja, kijk dan. Oh, dan komen ze dichtbij genoeg. Oh. Snel, sla ze, klap ze neer, klap ze neer. Kom, kom, kom. Ja, ja, dit heb je. Nee. Dit heb je. Niet. Hè? Nog twee. Oh, oh, ze zijn veel te sterk. Hoe kan dat nou? Ze hebben hier gewoon geoond. Oké. Okay. Weet ik het niet. Oké, en zo. Let goed op. Oké. We doen eerst hier een shieldman. Dit vind ik op zich wel een goeie, want ze hebben veel pijlenboog en een pijlenboog kan niet tegen een schild. Maar doe ik daar een archer aan de zijkant. Ja, want nog. Daarachter schiet hij hem neer. Ja, precies. Dat is een beetje dom. Ja. Dan kan hij nog wel schieten, maar tegelijk ook nog wel tegenhouden. Oké. Hij neemt de ACO, neemt hij. Ja. Of ik doe wel iets dichterbij. Oh, dat voelde ik wel fijn. Oké, zet hem weer hier neer. En? Ja? Die boxers, die hielpen wel. Waarom kijk je niet naar rechts? Waarom moet ik naar rechts kijken? Er zit niemand rechts van me. Ja, nee, dat vind ik echt raar van je weer. Er zit niemand rechts van me. Wat heb je daar gemaakt? Dat lijkt op een tank. Dit is een tank. Oh, dit is een tank. Dit is mijn formatie. Oh. Let's go. Je had 5 money over. Ja, dat maakt niet uit. Ik kan het toch niet gebruiken. Wil je zelf gebruiken? Ja, maar kijk, die haalt het sowieso. Maar deze, kijk deze formatie. Hij schiet zo scheef, zie je dat? Waar schiet hij heen? Oh, die boxers. Oh shit, één boxer. Jouw boxers hebben het verloren terwijl jij 20 meer boxers had dan hun. Ja, maar... Kijk dat schild. Dat schild werkt wel hoor. Kijk hem! Hij is zo'n dwaas. Hij is echt een dwaas. Oh my god. Ja, maar het is de archer. Ik ben er klaar mee. Maar die ik ben tank, er klaar mee. Die tank was wel goed. Ja, en met schild is ook wel echt een goede. Oh, oh. Ook wel echt een hele goede. Ja. Dus wat gaan we hier doen? Boeren, hè? Boeren. You already know, het zijn boeren. Boeren. Oh. Kijk. Gaan ze. Let op. Da. Kijk, die schilden, die houden die pijlen tegen. Ja. En deze boeren, die pakken die boxers. Ja, en dan kijk, gaan ze meteen door. Kijk. Holy shit. Hopzakee. Oh. Smijt ze door go, de lucht go, heen. Go. Oké, okay, en go, nu go. Gaan we met z'n allen. Er moet één boer over blijven. Er moet één boer... Wat zei je? Blijf. Oh. Oh. Huh? Wat doe jij nou? Hij gaat achter! Wat een slim man! Wat een slim! Hij is zo sterk! Go! Oh. Hij was zo goed! Scheiße, zeggen ze in Duitsland. Wat betekent dat? Kak. Oh. Hebben we voetbal voetmijnen al gebruikt? Voetbal? Gaan we hem gebruiken. De voetballer man, hè? Wij kunnen niet meer die ene kar doen, hè? Nee. Kijk hoe groot hij is. De voetman. Kijk hier, reus. Kijk, hier doe ik er 3. Doe ik hier 3, dat ben ik. Geit. Ja. Let maar op. Daar gaan ze. Hey, wat is dit? Oh my god. Kijk, ze hebben elkaar vast. Zo lief. Kijk, 3 musketeers. Ze gaan ook gewoon weg. Ze gaan de laden hier, bitches. We gaan naar huis. Hé, mevrouw is... Ja, we gaan er vandoor. Mijn vrouw is naakt thuis. Ik ga naar huis. Gollum. En bier staat koud. Yo. Oh, hij is wel 1 gekild. Maar... Oh, ze gaat terug. Oh, ze gaat dood door elkaar. Ja, dit was de tactiek. Dit was hem. Kom op, kom op. Je kan het. Kom op. Nee. Oh, was zo close. Domme. Ik ga niet eerder stoppen totdat we deze hebben gehaald. Ik moet deze halen. Wij zijn een team, verdomme nogmaals. Ja, maar daarom ik als in wij allebei. Oké, dankjewel. Wij zijn 1. Wat is dit? Een pootje. Dat was dat kleine boogmannetje. Oh jeetje, daar hebben we niks aan. Maar een Barbie hebben we nog niet gebruikt.
Huh? Een Barbie, hier. Die Barbie. Op de Barbarian? Ja, Barbie. Barbie. Oké, we gaan Barbies inzetten. Ik kan wel gewoon Barbies inzetten. Speelde jij vroeger met Barbies enzo? Daar. Huh. Tuurlijk. Dat is wel stoer. Kijk, daar gaan ze. Oh, kijk, kijk, kijk. De Barbarians. Boom, boom, boom. Holy shit. Oh. Doorrennen, doorrennen. Oh, nee, nee, nee. Heel snel. Ah, oh, die archers zijn sterk. Die archers zijn zo sterk. Doorrennen, ouwe. Doorrennen. Ah, oh, dit gaat niet... Dit gaat niet redden. Dit ging heel snel. Ik ga wel die barbers gebruiken voor die boxers. Een combinatie, hè? Ja, een combinatie van. Oké, okay, dus. Of 4, 5. Oké, okay, doe eerst even 4. Ga even kijken. Oké. Okay. En wat was nou sterk tegen die archers? Een schild. Schild. Oh. Ze zeiden tegelijk schild. Ja. Dus dan moet je Inky Pinky doen. Oh. Ken je dat? Ja. Oké. Okay. Denk ik. Inky Pinky, rood, wit, blauw. Inky Pinky, blauw. Oh my god! We mogen een wens doen. We mogen allebei een wens doen. Ik wens dat ik hem dit haal. Dit keer. Oh, ik heb zelf gewenst. We mogen nog een keer. Oké. Okay, Inky Pinky, rood, wit, blauw. Inky Pinky, blauw. Nou, fuck jou. Dan gaan we nog gewoon. Maar alsnog gaan we winnen. Dat was allebei onze wens. Ja. Twee wensen zijn sterker dan één wens. Oké, okay, wat zou goed zijn tegen die Archermannen? Archermannen? Ja. Ik. Maar mij kan je niet gebruiken. Dus je moet toch even iets anders. Jawel, kun je wel neerzetten. Oh ja, toch wel. Ja, hier neer. Hier. Doe het. Hier. En maar, we hebben nog 100 geld. Wat waren die barbaren? Dit ziet er zo. Zet die ook gewoon op. Nee, barbaren was slecht. Hè. Niet nog een speermanneke. Een speermanneke. Die zetten we hier neer. Wow, die is groot. Valt best mee hoor. Een peasant. Dat is... Dat doet me denken aan die... vogel. Vogel? Nee, vogel. Vogel? Vogel. Wat ben je nou aan het bellen? Peasant. Wat is dat ook? Weet ik veel. Peasant is een vogel. Denk pigeon. Ik, dacht ik. Oh, dat is een pigeon. Kijk, daar gaan ze. De okay, barbaren. Barbaren. Daar heb je goed gedaan met die barbaren. Ja, daar hebben we nog 2 over. En dat schildmanneke. Link. Oh my god. Maar het gaan we allemaal dood. Oh my god. Oh, die barbaren achter. Go. Smack. Een beetje. Oh. Kom op, nee. Pak op die laatste. Die laatste 2 altijd weer. Jongen. Onze wens is niet uitgekomen. Dit kan toch niet zo zijn dat we hier gewoon bij level 3, hè? Level 3. Wat nou als we dit eens spammen? Als we gewoon alleen maar dit doen. Gewoon heel het rijtje ook. Roet. Dat was het. Go. Pardon. Go. Oké, okay, waar zijn ze? Hier. De peasants. Kom op, let op. Oké. Okay. Hier gaat tegen die boxers. Met z'n allen. Kijk, hot, teamwork is alles. Oké, okay, kom op. Gooi ze neer. Nice, gaan door. Ah, dit blijven zo weinig van over. Ja, echt. Wat echt heel tegen. We zijn zo jeetje dood. Jeetje mina. Hoeveel van hen hebben we daar nou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, okay, kom hier. Wow. Kom hier. Ik wist niet dat je zo snel kon tellen. Ja, man. Ik heb mijn rekendiploma gehaald op basisschool. Groep 3 zelfs al, hè? Groep 3 al? Nee, wacht. Let goed op. Wat nou als ik hier arts neerzet? Gaat helemaal omswitchen. Gewoon 3 archers. Met 1 schildmonniken. Die hier alles tijd trekt. En dan een poucher. Ook nog tijd trekken. Maar die zetten het we hier. Klinkt allemaal zo logisch wat je zegt. Ja. Maar volgens mij komt er geen fuck van terecht. Echt wel. Kijk mij winnen. Kijk, zie je. Kijk, hij gaat langzaam komen. Zie je dat? Kijk, eerst gaan die boxers daardoor dood. Hoop ik. Hallo. Waarom schiet ze zo scheef? Die dingen zijn echt niet te vertrouwen. Kijk dan. Die dingen zijn echt meuk. Ja, maar dit verwacht je toch niet dat je zo... Als je iemand inhuurt om wat te doen. Maar die schilden zijn wel sterk hoor. Ik heb geen idee en zo. Jongen. Wat kunnen wij doen? Wat kunnen we doen? Lastig. Oké. Er moet een manier zijn. Er moet een manier zijn. Het moet in ieder geval een combinatie zijn. Ja. Een schild. Een schild. Je moet sowieso 1 schild hebben. Twee, denk ik. Of 2. 2 is ook goed. Sowieso 2. Ja. En die zijn voor de pijlenbogers. Yes. En wat nou als wij ook zoveel pijlenbogen nemen? Ja, dat kan nee, niet. Nee, het was geen archer. Het waren pouchers. Oh, dat waren pouchers. Ja. Wat nou als we deze hier allemaal neerzetten? Weet je zeker dat je ze achterzet? Ja. Want dan schiet ze op de schildman, hè?
Nou, dat zullen we vanzelf zien. Oh god, nou die gaan hartstikke dood. Nee toch? Denk het wel. Maar dan ga je bij Airbnb die boxers nog. Oh ja, kut. Kijk, zie je uit er al een pijl onze reet. Oh my god. Ja, dat is niet slim en zo. Oh, maar het zijn dus pouchers. Oh my god, hij wordt afgeleid. Kijk. Ja. Maar wat gaat er? Kom, schild. Pak ze. Schild ze. Schild, ren daarheen. Oh. Fucking schild. Je maar hebt had je, ook niks had je al je geld gebruikt? Ik had al mijn geld gebruikt. Ah, oh, zonde dit. Ik had echt, ik dacht echt, dit is hem. Maar nu weet ik het. Nu weet ik het. Maar nu ga ik het doen. Oh. Sorry. Okay. Kom op, Link. Eén schild. Pouchers. Zetten we er vier van neer. Een hele bijzondere positie. Deze positie. Wauw. Die heb je niet vaker gezien. Nee. Dan vandaag. Nee. En dan hebben we nog geld over. Ja. Ik had boxes versus boxes. Toch? Ja. En dan hebben we nog een pouch voor hier. Ook dat. Die gaat dan hier aan de zijkant zijn schieten, weet je wel. Super slim. Ja. Ja. Dit is hem. Geheid. Zeggen wij elke, maar geheid, dit is hem. Dan gaan ze. Zie je ze bettelen? Kijk, ja. Kijk wat een vrienden. Ja. Vriendschap! Oh. Vriendschap overwint! Oh, vriendschap overleed niet. Kijk. Oh, maar hij gaat ervoor. Hij gaat hem nog killen. Kijk. Oh, daar gaat hij. Ja hoor. Daar gaat hij. Hij gaat door. Let's go. Oh, maar het schild is down. Maar hier hebben we nog drie van deze mannen. 3-3. Kom op. Ja. 2-2. En we hebben deze man nog. Het is 3-3. Ja. 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 Ik wil yes! Mijn pet is al weg. Kom op. Oké, level 4. Maar kijk wat we hier kunnen doen. Kijk, deze karretjes, die vond ik zo mooi. En dan doen we nog dit. Kijk. En dan voordat je het weet, zitten we alweer in de volgende ronde. En dan gaan we weer lachen, oké? Ja. Dan moet ik wel gaan filmen. Zo. Oh. Kijk. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit allemaal? Wat? Wat gebeurt hier allemaal? Ik ga winnen. Kom op. Boom. Er is nog één karretje over. Kom op, paardje. Paardje, doe het. Yes, baby. Oh mijn god. Pardon. Oké, kom op. Oh. Ik moet trouwens even mijn dingetje weer goed doen. Je hebt me helemaal ondergeslagen. Oh, sorry. Het is een telefoontje, man. Ja, je moet me wel goed horen. Zo. Ik ben heel grappig. Auw. Nu zit hij goed. Oké, dankjewel. Oké, kom op, Link. Kom op. Maar hebben we deze al geprobeerd? Even mijn pet op doen, anders herkennen mensen me niet. Oh, mijn pet. Zo, daar is Enzo weer. Hey. Oké, wat is dit? Heb je die al geprobeerd? Ballista. Oeh, dat klinkt als een cookie. Een cookie? Zet hem in. Zet er twee neer. Wow, wat is dat, hé? Hey? Dat zijn twee tieten. We gaan nog even wat meer details maken. We gaan die even... Kijk, dit zijn dan tieten. Dan heb je hier een navel, weet je wel. Dan heb je hier nog iets anders heel moois. Dat is navelpiercing. Ja, precies. Oh. Een peasant. Ja. Oh ja, nog een peasant. Ja. In het midden daarvan. Dit is de klit. Bam. We gaan door. Oké. Wow! Wow! Gaan ze hoor! Oh my god. Gaan ze... Wow! Oh, die is zo krachtig, jongen. Kom op, schiet raak. Oh! Explosie, jongen. Kom op, misschien nog een keer. Kom op, schiet nog één keer. Oh, we zijn... Oh! En dan komt de rest nog, ja. Nee. Ah, ik moet ze meer naar achter zetten dan. Ja. Oh, hij is backstep. Zie je deze man? Oh, wat doet hij? Oh, hij is hier. En wat doet hij? Hij gaat het doen. Kijk, hij is sterk. Deze man hier. Hij hakt ze in de pal. Oh, zijn eigen man. Oh, wat een noob. Kom, schiet hem. Hij zet ze vast verderop. Als hij hem skillt, hè, alle twee. Oh my god. Dan kan Kom op, je hebt zoveel tijd. Kom op, dat zwaartje. Oké. Ik geef toe, die ballista, dat was goed. Ballista was heel goed. Ballista was goed. Dus, wij zetten die ballista... Iets verder weg. Helemaal hierachter. Ja. Wel mooi neerzetten. Kijk. Zo. Nee. Nee, Enzo, nee! In hoekies. Hoekies. Hops, okay. Yes. Ja, sorry, ik vond het gewoon leuk. Even kijken. Dan hebben wij voor de rest, ik denk alleen maar van die kleine boogjes. Ik denk ook nog een schild erbij. Eén schild? Ja. Dus één schild hield het begin, die houdt ze tegen. Ja. En hier
Ja. En de rest alleen maar pouches. En die doen we hier op een rij. Yes. Ja, op deze manier? Ja. En dan die is verdwaald. Oké, kom op. Nu rennen voor je zakgeld. Oké, we doen net of die peasant, dat het Milan is. Huh? Oké. Okay. Als Milan doodgaat. Oh, check. Kijk, strategie. Oh! Dat is echt een strategie. Alles oh, maar hoop. Nee. Nu schieten onze eigen pijlen de archers kapot. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Dit was toch niet zo heel erg slim. Oh, man. Eigenlijk. Die schild. Op zich. Die schild, op zich. Man. Nu allemaal. Ja? Ja! Hebben we gewonnen? Alleen nog! Hij staat kapot! Ja! Deze was zo goed, jongen. Boom, jongen. Holy shit. Bam. 2500 money. Okay. Weet je wat dat betekent? Dat betekent alleen maar die karretjes. Alleen maar die karretjes. Nee, wat doe je? Karretjes. Ik wil karretjes. Ga even Enzo schrijven. Oh, kunnen we ons naam al? Ik ben het aan het proberen. Dit is spannend. Oké. Okay. Kunnen we onze naam al schrijven of niet? Ik kan niet meer verplaatsen. Je mag niet meer dan... Gaan we verder met boxen. Ik kan niet meer... Oh, units! Oh my god. Onze droom valt in duigen. Ja, we kunnen onze naam geen eens neerzetten door de units. Nou, dan doen we katapult. Ja, dat kan ook niet. Je moet alles weghalen. Nou, hier alsjeblieft. Wow. En zo, je wordt ontleed. Nou, doen we nog zo'n rijden ding als dit, hè? Ja. Nou, plaats er ook nog even eentje van neer. En dan gooien we wat artjes neer. Hier, Enzo, hoppakee. Doei. Ah, mijn hele naam is weg. Nou, ik vind het prachtig zo. Ja, gaat dit het worden? Nee, we moeten even de ogen. Enz. En dan zetten we nog wat. Enzovoort. Ja, we zetten nog gewoon wat artjes neer. En een poacher. Gaan we. Slechtste opstelling ooit. Nee, Enz gaat ons helpen. Ja, gaat Enz het doen? Oh, wacht. Wacht, dit was een... Enzo. Oh! Die is goed, ouwe. Die is goed. Ja. Of ja. Wellicht gaan we deze nog winnen. Oh, god. Oh my god. Je ziet kijk, daar staat Enzo. Je ziet het duidelijk. Ja, kijk, echt Enzo super duidelijk. Iedereen ziet dat daar Enzo staat. Ja, precies. Oh maar my god. Enzo gaat wel winnen. Enzo is going strong. Als ik deze win, hè. Dan ben ik echt zo goed. Gebeurt hier allemaal? Ik heb gewerkt waar geen... Oh my god. Wat is dit? Dit is een tank of zo. Wat was dat? Wow. Oh, damn. Maar wat, holy shit. Oh, zijn schild. Ja, hij is fucking sterk. Oh god. Die man met de speer, die is vervelend. Oh, hij is dood. Oh, yes. Kijk. Oh, nee. Hopsakee. Hij gooit me. Dit is de laatste. Dit is verloren. Ja. Enzo heeft me niet geholpen. Jammer, Enzo. Oké. Kom weer van je tegen. Jullie weten hoe laat het is. Jullie weten allemaal hoe laat het nu is. 3:05? Ik denk het wel. Ik weet niet zeker. We gaan het spannend maken. We gaan ze allemaal van achter laten rijden. Zodat ze achter bereiden? Zodat ze genoeg vaart maken. En dan? Kunst. Kunst. Let op! Er wordt overgegeven! Oh, nee! Hoppakee! Wow! Wow, check ze vliegen! Oh my god! What the fuck, holy ouwe. Shit! Deze ding is echt raar. Die karretjes zijn goed, jongen. Hier, echt. Er zit geen eens meer iemand in. Dat paard, jongen. Dat loopt niet eens meer. Oh my god. Ja, dit gaat lekker. Ja, het gaat heel lekker. Maar ik geloof wel... Ja? Dat we... 2 karretjes moeten gebruiken. 1 ballista. En de rest gewoon een beetje poppetjes. En die ballista in het midden achter ongeveer. Ja, in het midden achter, ja. Alleen, dan moeten we daar niks meer voor zetten, maar aan de zijkanten. Ik praat nu alsof ik dit spel jaren speel. Maar echt, ik heb hier een goed gevoel bij. Kijk, de schildmannetjes houden ze tegen, weet je wel? Juist. Maar die moeten dan voor die karretjes. Oh nee, want die gaan heel hard. Oké, wacht. Ik kon daar nog niet eentje plaatsen. Oké, die gaat dan hier. Oké, en dan moeten we nog even gewoon wat pouches ervoor. Even begin damage doen, weet je. Nee, want als je die daar neerzet, dan schiet die ballista, schiet ze kapot. Dat maakt niet uit. Poet! Dat maakt niet uit. Kijk, dit is hem. Is dit hem? Dit is hem. You believe? Oké. Als jij gelijk hebt, ja? Krijg je mijn knolpauwpet. Oké. En als ik gelijk heb, krijg ik jouw pet. Oeh. Oeh. Man. Is het een deal?
Oké, is deal. Oké, het is een deal. Come on, bring it on. Let's go. Dit gaat hem worden, dit gaat hem worden. Check die karretjes. Ik wil mijn pet houden. Check de karretjes. Oh, wat was nou? Als ik win, dan krijg je mijn pet? Ja. Ga je dus voor pet, pet voor pet. Ik heb een deal gemaakt, maar ik weet geen eens meer wat voor deal. Oh, check die bel! Boom! Kom op, nu moet ik winnen. Ik wil mijn pet niet kwijt. Dat is mijn enige pet die ik heb. Nee, maar als ik win, krijg ik jouw pet. Ja. Ja, als jij wint, dus als zeg maar, ik verlies. Of oh ja, als jij wint, wint. Ik dacht, als ik dit verlies, zeg maar. Dacht ik al. Maar hij verliest het niet. Dit is de slechtste, raarste deal die ik ooit heb gemaakt. Maar er zijn nog maar 3 schilden. Dus win ik. Ik krijg die pet van jou. Jij zegt... Oh nee, dit is mon! Jij zegt... Oh my god. Jij zegt als jij dit verliest dat ik jouw pet krijg. Nee. Jawel, dat zei je net. Nee, dat zeiden we niet. Yes baby. Nee, dat yes, baby. Je zei net van niet. Ik ga alvast dabben. Nee, jij moest winnen. Jij moest winnen. Nee, het was andersom. Nee, je moest winnen. Kijk. Je zei dat je moest winnen. Yes baby. Moet deze halen. Nu krijg je jouw pet. Nou, pak hem maar. Het is niet anders. Zet hem maar op. En dan ga ik nu een opstelling neerzetten. Ja. En dan ga ik gewoon dit potje winnen met jouw pet op. Voelt dat niet even kut? Jij gaat niet winnen. Het is een strijd en zo. Strijd voor eer. Doe niet zulke rare dingen. Nee. Gaat voor het noorden. Oh, 50 units. Two hours later. Kom op, let's go. Kijk. Oh shit. Gaat mijn karretjes, waar zijn mijn karretjes? Die karretjes zijn al lang dood. Die karretjes zijn helemaal niet. Oh nee, prik niet. Oh, wat doen ze met die arm? Prikken in de rug, jongen. Oh, maar dit helpt. Wat? Tenminste, ik heb het idee dat het helpt. Man. Ik heb het idee dat het goed gaat. Wat? Ik win gewoon met jouw pet op. Dit ziet er echt gewoon goed uit. Volgens mij is er nog maar één iemand over en dat is deze met de speer. Hoe dan? Dit was zo random. Waar is de laatste? Oh, dit is zo zielig. Yes. Oh. Yes. Boom. Goed gedaan. Dankjewel. Nou, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Maar we gaan voor de lol natuurlijk nog even de karretjes doen. Zet ze neer. Met de peasants. Peasants? Tuurlijk. Bam. Let's go. Dit is zo raar, die karretjes, jongen. Die zijn zo dood daar. Kijk dit. Wow. Er zijn nog 2 karretjes in leven. Oh, yes, baby. Dit is handig. Hopsakee. Oh, ze gaan in elkaar. Ze reden gewoon in elkaar. Oh my god. Dat ene karretje daar in de bed, jongen. Die peasants. Wow. Ja, die is leuk. Het was mooi. Het was echt heel mooi. Het was een leuk avontuur. Defeat. Dit was het, Link. Level 6. Het is ver genoeg. Ja. Ja? Ja. Goed gespeeld, ouwe. Ja, ook. Bedankt allemaal, dames en heren, voor het kijken. Vonden jullie het een toffe video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te... abonneren. Op... Let's Do Gaming. Want... dat is awesome. En... wij zijn ook awesome. Omdat... wij een groot piemel hebben. Dus... wij zeggen nu maar 1 ding. Doei. Doei. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou tof? Beloon het eventjes met een duimpje omhoog. Hier ergens om mij heen kan je natuurlijk abonneren. En natuurlijk op de website kijken. En bedankt je voor het kijken. Ik zet een mening. Dat is later.